welkom bij deze nieuwe video. Het is nog september. Ik weet niet of het al te vroeg is voor de adventkalenders, maar we gaan gewoon beginnen. Zodra ik zie dat ze er zijn, begin ik altijd gewoon gelijk. Want jullie weten, elk jaar unbox ik altijd superveel adventkalenders. En dit jaar is daar zeker geen uitzondering op. Ik ga ook dit jaar weer heel veel kalenders unboxen. Dus als jullie kalenders zien, let me know in de reacties. Of stuur een DM via Instagram of wat dan ook, want ik bestel alles gelijk. Het hoeft ook niet per se make-up te zijn. Het kan ook misschien iets met accessoires zijn of whatever. Als het maar gewoon een leuke beauty adventkalender is. En we gaan dit jaar van start met de Essence adventkalender. Essence heeft er een aantal. De meeste zijn allemaal do-it-yourself en daar hou ik niet van. Ik hou absoluut niet van de DIY adventkalenders om ze zo in elkaar te zetten. Ik snap, het is echt heel cute en zo, maar het is niet mijn ding. Ik wil gewoon altijd een kant-en-klare adventkalender hebben. En Essence had er eentje. En die heb ik besteld bij Boozie Shop, lekker betaalbaar. En we gaan vandaag kijken wat er allemaal in zit. Als ik zo kijk naar de afgelopen jaren met Essence en Catrice, maar vooral Essence, is dat hun adventkalenders altijd best wel zijn gericht op een jonge publiek. En dan, ik bedoel dan ook echt heel jong. Dus alles is altijd een beetje meer gericht op kinderen en zo. Dus dat is wel iets wat ik nu alvast in mijn hoofd onthoud. En dat maakt ook een kalender absoluut niet slecht, want er moet gewoon voor iedereen iets zijn. Maar ja, wat het wel slecht maakt is als er gewoon allemaal prul in zit, wat ook heel vaak gebeurt helaas. Maar goed, we gaan het gewoon vandaag zien. Als je dus niet wilt weten wat hierin zit, is deze video niet geschikt. Ga dan nu gelijk weg, want ik ga dus alles laten zien wat erin zit. Dus vind je het nieuw al leuk, vergeet dan niet om vast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van de 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, jongens, let's do this. Ik ben echt helemaal in de herfstsfeer met mijn kooltrui en mijn donkere achtergrond en zo. Ik zal even vertellen wat ik op mijn lippen heb, want dit is echt een super betaalbare, mooie nude lip combo. En toevallig is het ook van Essence. Super, super cheap en echt heel mooi. Ik heb Essence lippotloodje, 8 Hour Matte Comfort lippotloodje in de kleur 01 Cinnamon Spice. Een hele mooie bruine kleur. En dan deze lipgloss van Essence in de kleur 102 Sweet Dreams. Echt een hele fijne lipcombo. En deze glossjes van hun, van Essence, echt amazing. Ze maken je lippen echt voller. I love it. Kijk hoe mooi. Oké, maar goed, daar gaat het vandaag niet over. We gaan vandaag unboxen de Essence Happy Holidays adventkalender. Super cute. Kijk hoe mooi die is. Wellicht paars. Oh, achterkant gaan we niet bekijken, want daar staat op wat erin zit. Ik heb die expres niet gezien. Ik kijk gewoon niet, want ik wil gewoon worden verrast. Adventkalenders zijn heel leuk. De bedoeling van zo'n kalender is dat je in de maand december elke dag één vakje openmaakt. En dan heb je elke dag een verrassing voor jezelf. Ik maak ze echt gewoon in één keer open hier in deze video. De kalender is slechts €26. Dus dat is echt heel betaalbaar voor een adventkalender. Maar ja, het is ook gewoon Essence. En het zijn 24 vakjes. Dus echt zo precies tot aan kerst. Nou, dit is dus hoe het eruit ziet. Dat hebben we gezien. Laten we het openmaken. Je moet het dus zo openmaken. Dat is wel apart. Oké, normaal gaat hij gewoon zo open als een boek, zeg maar. Maar hier kunnen we lekker bladeren. Nou ja, laten we gewoon beginnen. Op elk vakje staat een getal. En dan beginnen we gewoon bij 1 en dan eindigen we bij 24. We gaan hier beginnen bij nummer 1. Adventkalenders openmaken is echt altijd funest voor mijn manicure. Maar ik ga proberen het gewoon goed te houden. Want ik heb ze net gedaan, een aantal dagen geleden. Of ja, laten doen. Ik heb ze niet gedaan. Laten we gewoon beginnen met vakje 1. En de meer betaalbare kalenders zijn ook altijd echt een hel om open te maken. Dus ja, ik hoop dat het nu niet gaat zijn. Oeh, we beginnen gelijk goed met een lipstick. Het wil er niet uit. Dit is dus wat ik bedoel. Heel erg mooi. Een hele mooie kleur. I love it. Beetje donkerroze. Oh, kijk dat hartje hier. Oh, dit is zo cute. Het ruikt ook echt lekker. Ik vind het ook leuk dat het echt zo'n kerstverpakkingje heeft, zeg maar. Hier ben ik wel blij mee. I like it. We beginnen goed, jongens. We gaan verder met vakje nummer 2. Die is hier. Deze is een beetje groter en vierkant. Deze gaat ook niet heel smooth open. Oeh, wat is dit? Color Correcting Mattifying Poeder. Dit is dus gewoon een poeder voor je gezicht. Die maakt het mat. En die doet dan ook een beetje kleur correcten als je veel roodheden hebt op je gezicht. Dit is wel een uniek product. Nummer 3 is hier. Die is een beetje lang. Misschien is het een kwast of zo. Die zijn vaak wel zo wat langer, obvious. Oh nee, het is iets anders. Eyeshadow brush. Oh nee, het is wel een kwast. Ik ga stuk. Echt de schattigste verpakking weer. I love it. Even openmaken. Wat een schattige kwast. Kijk even dit. Oké, tot nu toe is het best wel leuk. Hier is nummer 4. Ik denk ook een lipstick, want zo ziet het er wel uit. Oh nee, nagellakje. Oeh, heel mooi goud. Kijk even dit. Hele mooie gouden. Oh, het is een nail top coat. Dus voor op je nagellak, om het zo'n glowy effect te geven. Heel mooi. Ook echt heel leuk vol met kerst. We gaan verder met nummer 5. Waar ben jij? Oh, hier. Nummer 5 is ook weer iets smaller.
Brow Wax Pen. Dit is zo een wax voor in je wenkbrauwen. Dat houdt je haartjes zo op hun plek. Hier is nummer 6. Oeh, die is groot. Ik hou altijd van grote vakjes. Niet dat het altijd per se iets geweldigs is, maar toch. Ik vind dat wel altijd leuk. Oh, eye masks. Ik hou altijd van eye masks. Echt, Essence heeft altijd de meest cute oogmaskertjes en shit ever. Echt, echt heel leuk. Leuk voor in de ochtend. Wake-up effect met hyaluronzuur en vitamine C. We gaan verder met geluksgetal nummer 7. Dat is hier. 7 is ook echt mijn favoriete getal. Ik ben echt helemaal een cliché. Nail art, nail stickers. Essence heeft dat ook echt altijd. In elke kalender heb je dit. En je hebt ook altijd een vel. Dus ik ben aan het wachten op de vel. Dit is dus heel leuk voor op je nagels. Maar ook heel leuk voor op je gezicht bij je make-up. Nummer 8, die is hier beneden. Dit lijkt ook op een lipstick of zo. Ik denk lipbalm. Overnight lip mask. Dus voor 's nachts voor op je lippen kun je die opdoen. En dan word je in de ochtend wakker met hele zachte lipjes. Mensen, ik moet zeggen, ik vind het tot nu toe echt leuk. Echt producten die ik echt zou gebruiken. Dan hier nummer 9. Oeh, een mascara. Een full size mascara ook. Nou, nou. De I Heart Extreme Mascara. Deze is niet per se mijn fave van hun collectie. Maar we hebben een full size mascara. Nummer 10 is er gelijk naast. Oh, dit is ook voor je nagels, voor je cuticles. Dus voor hier zo de onderkant, zeg maar. Ik kan deze niet uitstaan. Oh, ik haat het gevoel. Ik kan er niet tegen als zoiets hier zo drukt. Echt, I hate them. Ik zie nu pas dat er op elk flapje ook iets staat. Hier staat Have Yourself a Mani. Hier staat Brushing Around Christmas Tree. Hier staat Seek a Magic. Dat is wel cute. Dat zie ik nu pas. Nummer 11. Een klein vierkant vakje. Oeh, volgens mij highlighter. Ik vind deze verpakkingen echt te schattig. Een blush lighter. Dus een blush en een highlighter in één. Oké, zo'n 2-in-1 product. Hier is dan nummer 12. Die is ook wat aan de grotere kant. I love it. Ook weer zo heel schattig verpakt. Dus dit gaan we ook weer openmaken natuurlijk. Oeh, cute. Een beetje een schuine kwast. Zie je dit? Dit zijn dan de twee kwasten die we nou hebben gehad. Wel echt twee hele verschillende kwasten. Dat vind ik wel fijn. Ik haat het als ze gewoon identieke kwasten doen in een kalender. Dus daar ben ik al blij mee. Waar waren we? Nummer 13. Nou, bij het ongeluksgetal. Nummer 13. Die is hier. Dit lijkt ook op iets van een lipstick. Oh nee, nagellak. Base coat. Dus voor onder je kleurtje. Ook handig om te hebben. Als je wilt dat je nagellak lang blijft zitten. Breng er dan altijd een base coat onderaan. Waar zijn we nou gebleven? Oh, nummer 14. Die is hier. Elastiekjes. Hair ties. Is niet echt mijn ding, maar voor iemand nog jong is dit misschien wel leuk. We gaan verder met nummer 15. Oeh, deze glossjes van Essence zijn fijn. De balm glossjes. Deze zijn echt amazing. In de kleur 04 Crazy Sherry. I love them. Ik heb die ook al een aantal hier ergens. Ik heb de witte. Deze. Deze zijn echt juicy AF gewoon. Als je houdt van echt een dikke juicy lipgloss die niet plakt, dan vind je hem echt heel fijn. Waar zijn we nou gebleven? Ik vergeet heel de tijd waar ik ben gebleven. Volgens mij bij nummer 16. Ja, nummer 16. Die is weer lekker groot. Mattifying Oil Control papiertjes. Dus als je een vettige huid hebt, dan pak je er eentje, dep je zo op die vettige plek. En dan wordt die mat. Heel handig voor mensen dus met een vettige huid. We gaan verder met nummer 17. Ik moet zeggen, hij is niet al te irritant om open te maken. Een puntenslijper. Ik weet dat dit iets is waar de meeste mensen niet heel blij mee zijn. Maar ik persoonlijk wel, want mijn puntenslijper ziet er niet meer uit. Kijk even dit. En ik gebruik ze echt elke dag. Dus ik ga deze wisselen met deze. Heel mooi, ook zo rozig. Bye oude, hello nieuwe. Next up is nummer 18. Oeh, een highlighter volgens mij. Christmas highlighter. Ook echt een perfecte kleur voor mij. Kijk even dit. I love it. Hier ben ik blij mee. We gaan verder met het nummer 19. Die is hier beneden. Volgens mij is dit gewoon een zwart oogpotloodje. Ja, een zwarte oogpotlood. We zijn bijna klaar, jongens. We zijn bij nummer 20. Nog 4 te gaan. Als ik hem kan vinden, ook hier. Hier is nummer 20. Moisturizing handcreme. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. In elke adventkalender moeten we ook een handcreme hebben. Echt jongens, elke keer na de feestdagen heb ik altijd echt 100 handcremes. Nummer 21 is hier, daarnaast. Nog een nagellakje. Maar nou wel gewoon echt een kleurtje. Ja, heel mooi lila. Kijk dit, het lijkt een beetje op de kleur van de kalender. Hele mooie kleur. En dan hebben we hier nummer 22. Die is ook relatief groot. Oh my gosh, heel de ding gaat gewoon mee open. We hebben een eyeliner brush. Dit is dan de kwast. Ideaal voor een eyeliner, maar ook voor je wenkies bijvoorbeeld. Dus dit zijn nu de 3 kwasten die we hebben gekregen. Eén na laatste jongens, nummer 23. En hier is hij dan, de nagelvel. We hebben erop gewacht. Hij is wel heel mooi, zo glitterig ombre.
En dan de allerlaatste, 24. Meestal is de laatste de beste, maar ja, niet altijd. Oeh, een lipstick. Oeh, deze is wel heel apart. Dit is een PH Reacting Glitter Lipstick. Kijk even dit. Wauw, echt heel mooi glitterig. En deze reageert dus op de pH-waarde van jouw lippen. Dat houdt dus in dat hij niet per se een kleur heeft. Hij is een beetje zo rozig. En dan afhankelijk van de pH-waarde van jouw lippen wordt hij heel fel roze, minder. Dus dat is bij iedereen anders. Deze is wel echt stinking cute. En dat was het dan, jongens. Hij is helemaal leeg. Hij ziet er nog op zich best wel oké uit. Hij kan weer dicht. Nou mensen, dit was het dan. Ik moet zeggen, ik ben echt verrast. Ik vind hem echt best wel leuk. Echt een heleboel verschillende producten. Echt niet echt prul, gewoon echt dingetjes die je echt gewoon kunt gebruiken. Ik ben heel benieuwd of jullie net zo enthousiast zijn als ik. Maar ik ben echt aangenaam verrast. I love it. En voor die betaalbare bedrag, ja, vind ik het echt wel waard. Echt super, super leuk. We beginnen het adventkalenderavontuur dit jaar goed. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!